welkom bij deze nieuwe video. Vandaag deel 2 van de baby's in de herfst. Voor de herfst klaarmaken. En ik ben de video van eigenlijk vandaag, zeg maar. Het is vandaag dus nog steeds vrijdag. Vrijdag 9 september. Maar die video ben ik nu aan het uploaden op YouTube. Dus ja, die is onderweg. En ik denk, terwijl dat ik deze video aan het maken ben, dat die wel online komt. Dus ja, dat even terzijde. Hij is aan het uploaden, ik ga even af en toe even kijken. Maar dat gaat wel goed, zie ik. Dus ja, dat gaat eigenlijk gewoon lekker door. Dus we gaan gewoon verder met deze video, met deze nieuwe video, deel 2. En we waren gebleven bij Seb. En we hebben Levi en Finn hebben we omgekleed. Die liggen nog klaar hier op het bed. En we gaan verder met Seb en dan gaan we het testje doen. En eigenlijk Vos en Nox moeten ook nog, want die hebben hun zomerkleertjes nog aan. Dus ja, maar we beginnen met Sebje. En die heeft ook dat van de Pure collectie natuurlijk. Dat hebben we samen. Of nou ja, samen. Maar dat hebben we in de vorige video inderdaad samen uit de la gehaald. Daar waren jullie bij aanwezig, zeg maar. En ja, dat gaan we Seb aantrekken. En dan is hij ook klaar voor de box. Hij is ook zo lekker gevuld. Oh, ik heb ondertussen even wat opgeruimd hier. Want ja, weet je, ik was toch even aan het wachten tot mijn video zover klaar was met editen. En dan kan ik niet iets anders doen op mijn telefoon. Kijk, nu voor het uploaden op YouTube kan ik rustig wat anders doen op mijn telefoon. Maar voor het editen kan ik niks anders doen op mijn telefoon. Dat gaat gewoon niet. Dan gaat hij er weer uit en dan... Kijk, hij heeft nog een vrij nieuwe luier met die zwitsel. Die laad ik hem gewoon om, want die zit hem heel mooi. En ja, voor het uploaden, dat doet hij wel, terwijl ik bezig ben met andere dingen. Maar het editen stopt hij mee zodra ik iets anders ga doen. En dan moet ik weer helemaal opnieuw. En dat kost best al heel veel tijd. Ik ben altijd met editen. Het editen zelf niet zo heel erg lang bezig, maar het dan verwerken, dat hij dus die video maakt, daar ben ik altijd wel lang mee bezig. Daar ben ik echt wel, dat duurt vaak wel een uur, soms 2 uur voordat die hele video in elkaar zit. En ja, dan kan ik hem eindelijk op YouTube uploaden. My Movie moet er eerst een movie van maken. En dat doet hij. Maar dat kost wel veel tijd. En editen, ik doe er niet zo heel veel aan. Ik hoef er niet te veel. Ik hoef eigenlijk nooit iets uit te knippen. Ik laat de video altijd origineel. Dus dat wat je ziet, dat is ook gewoon wat er gebeurd is. En dat vind ik ook gewoon... kijk, kunnen. Natuurlijk zijn er wel stukjes die ik aan elkaar plak. Nou ja, goed. Die overgang die kan gewoon vaak. Dat is geen probleem. Dus ja. Soms doe ik er wel eens iets grappigs tussen. Of een muziekje eronder of zo. Maar dat doe ik eigenlijk niet heel vaak. Straks weer. Met een, als ik weer een routine ga doen. Ik vind het wel echt leuk om... straks weer eens een routine te doen. En dan met name natuurlijk met baby Lot en baby Lef. Want dat zijn de twee nieuwste baby's. En die zijn nog niet in een routine video naar voren gekomen. Straks met de herfst kan ik ook gewoon zo lekker avondroutines doen. Dan wordt het ook gewoon weer lekker donker en zo.
Ik ga natuurlijk niet om 11 uur 's avonds, nu het eindelijk donker is. Dan wordt het nou al eerder weer donker, maar een avondroutine nog opnemen. En overdag een avondroutine opnemen vind ik niet echt, echt een avondroutine. Dus ja. Ik film dan ook gewoon hoe een avond met mijn reborns eruit zou kunnen zien. Ik doe dat natuurlijk niet elke avond. Maar ik vind het wel leuk om te laten zien hoe dat eruit kan zien. Ah, lieve Sepje. Sep is ook nog steeds zo'n een van mijn lievelingetjes. Hij is zo schattig. Hier, jongen. Ja, oep. Plof haar. Hij heeft heel mooi haar. Gek genoeg blijft zijn haar ook gewoon echt goed. En ook geen kale plekken of iets. Helemaal niets. Daar is Sepje. Hij is ook klaar. Gaat lekker vlotjes zo, jongens. 6 minuutjes. Sep, ik kan jou in 6 minuten omkleden. Grote jongen. Zo. Dan gaan we naar Tess. Tessje, haar outfit ligt ook klaar. Hé, hey, je hebt ook Punky. Tess lag hier de hele tijd gezellig met haar zusje. Hier is mijn lieve blonde Tessie. Met haar Punky haar. Ja. Ik leg haar altijd nou even met het gezichtje natuurlijk naar jullie toe. Ah. Tess had dit hele schattige pakje aan van raad eens hoeveel ik van je hou. Mooi meisje. En zij krijgt natuurlijk haar schattige setje aan. Van deze. Met deze. En ik heb haar trouwens deze lekkere warme striksokjes van Nox. Want Vos heeft ze ook in het bruin. Kijk, donkerbruin. En die gaat ze ook aankrijgen. Niet zij, maar Vos gaat die sokjes ook aankrijgen. Zo. Dat vond ik dan wel weer een leuke. Zodat ze samen. Meer knoopjes zitten er niet aan. Haar lange arm. Mijn buren zijn weer thuis. Die zitten ook altijd een seizoen op de camping. En aangezien ze beiden op leeftijd zijn en gepensioneerd, kunnen ze gewoon daar het hele seizoen blijven. En wat je dan wel krijgt, is dat je weer gewoon moet wennen aan het feit dat de buren thuis zijn. Raar is dat, hè? Dat, ja, denk je van, oké, er is weer geluid naast mij. De buurman kwam thuis nu met boodschapjes, zag ik. Bosje bloemen. Ja, het huis zal wel een beetje kaal zijn in verband met dat ze een half jaar zijn weg geweest. Ze komen dan zo nu en dan heel even thuis.
om hier naar de dokter te gaan of ja, even te wassen, dat soort dingen. Dat is bijna nooit. Echt bijna niet. Dus ja. Gisteravond dacht ik van, hey, er is weer geluid naast mij. Ook wel even weer wennen. Maar wel fijn, vind ik altijd. Voel je ook niet zo alleen. Zo. Dit broekje is dus van de Sarah. Het is een beetje een ruim broekje, want het is een maatje 62. Maar hij staat haar zo schattig. Vooral als je het een beetje zo vormt. Die sokken, die zijn haast... die zijn heel groot voor jou... testje. Lekkere wollen sokjes. Oh, ze zijn ook alweer schattig zo groot. En ze houden haar voetjes lekker warm. Dat is ook belangrijk. Hey. Zo schattig. En ik vond ze bij haar outfit wel leuk staan. Maar niet bij die van Vos en Nox. Want die krijgen wit aan. Wit met bruin en grijs. Dat ene setje. Zodat ze ook weer bij de Pure passen. Want het is een beetje dezelfde tint bruin. Zij heeft ook dat bruin. Dus ja, zij past er ook weer bij. Een lekker vestje aan. Staan haar ook zo lief, die vestjes. Oh, schattig. Echt weer baby, baby ook wel weer. Ik vind dit broekje ook echt heel lief. Dat is echt een van mijn lievelingsbroekjes voor Tessje. Echt zo schattig. Met die stipjes en dat ribje. Ja. Echt heel erg lief. Ik denk niet dat ik haar een haarbandje opdoe. Ik denk dat ik haar lekker zo laat. Gewoon haar haartjes weer mooi. Even lekker fris kammen. Zo. Beetje een bloemenkopje. Zo. Maar ze is wel echt meisje. Door dat roze. En ja, je kan wel echt zien dat het een meisje is. Dus een haarbandje. Zo heeft ze niet echt nodig. Zo lief. Lief klein meisje. Ik vind het ook schattig. Ik vind het altijd wel weer leuk om al mijn baby's even weer aandacht te geven. Even weer de aandacht die ze allemaal verdienen. Ja. Ja. Je bent ook een schatje. Daar is ze. Lieve Tess. Oh, mijn lievetje. Ja, ze is ook echt. En mooi. Een schattig meisje. Dat is. Met haar blonde kopje. Ja.
nou, ze past er mooi bij hebben, die jongens, zo moet ik toegeven. Hi. Ja, Vos en Nox heb ik beneden. Dus die ga ik even ophalen. Ja, er zit niks anders op. Anders kunnen we ze niet omkleden, hè, als ze er niet zijn. Dit is... dit zijn de setjes. Even zien hoor, hoe was het ook. Deze. Zo. Met dat grijs. En ik weet niet wie deze aan heeft. Volgens mij had Vos dit aan. Maar ik vind deze slofjes leuk erbij. Dus die zijn, en die zijn van Nox. Of had ik het zo? Nee. Volgens mij had ik deze met deze. Dacht ik. En dan met de bruine. Ach, het kan allebei met elkaar gecombineerd. Dus Vos krijgt nu dit aan. Nox krijgt dit aan met die grijze slofjes. En dan passen zij er ook weer leuk bij. En dan heb ik nog Luxje. Die gaan we ook nog klaarmaken. Maar die ga ik hier in de kinderwagenbak klaarmaken. En die blijft ook hier lekker bij me boven samen met Lot. Dus ja, dat zal er nog wel weer een deel worden, denk ik. Een deel 3. Maar ik ga nu eerst even Vos en Nox ophalen. Ik ben zo bij jullie terug. Dan ben ik weer. Hier is een van mijn vriendjes alvast. Noxje. Zo. Dit leggen we voor jouw broer aan de kant. Dit is voor jou. Nou, wel grappig. Want ze hadden dus nu ook in dezelfde stijl eigenlijk als wat ze nu aankrijgen ook kleertjes aan. Het zou nog bij elkaar kunnen passen ook nog, zeg maar. Maar ja, we gaan nou even wat warmers aandoen, want de warme dagen zijn voorbij. Ja, de warme dagen zijn voorbij, kereltje. Ja. Nou, zij hoeven dus geen schone luier, want zij hebben dus een wasbare luier om. Even de haar een beetje netjes houden. Zo. Setjes van Veetje kocht ik laatst toen in de aanbieding. Oh, zo schattig. Ja, daar kan ik dan niks aan doen, maar dat vind ik dan te lief. En lekkere slofjes erbij aan. Vorige keer had hij het truitje aan. Zo kunnen ze het een beetje afwisselen. Hè? Dat vind ik nou juist zo leuk aan iets matchend kopen. Dan kan je het weer zo combineren als dat jij leuk vindt.
ik heb het zweet anders nog overal staan. Maar ja, ik ben natuurlijk nu ook al echt een hele middag bezig. En ik heb niet alleen maar gefilmd natuurlijk, hè. Ik ben ook even beneden geweest. Ik heb even gegeten. En dat moet ook wel. Want anders dan zou ik uren hiermee bezig zijn. Dat kan natuurlijk niet, hè. Nou, Loxie is ook klaar voor de box. Hier. Ja, zeg maar. Je hebt hem ook klaar. Hop, gaat ook in de lijn liggen met zijn broers en zussen. Mijn hele bed ligt hier vol. Dus ik krijg nog een klap voor. Tegen zijn hoofd van zijn zusje Tess. Vindt hij echt geweldig. Nee, zeg maar. Nee, Tess. Niet Nox voor zijn hoofd slaan. Zo. Hop. Ja. Zo. Dat was er weer één. Dan gaan we naar Vos. Mijn lieve Vosje. Vos is ook mijn lieve knuffelbeertje. En hij is ook vrij klein. Hè? Ja. Daar is Vosje. Gaan we jou omkleden. Buurvrouw denkt, zal die container van Diana eens even op de stoep zetten. Die hadden echt... Dan gaan ze dat legen en dan zetten ze het midden op straat. Ik vind dat ook gewoon echt niet normaal. Dan denk ik van, dat hoeft toch ook helemaal niet op die manier. Waarom laat je dat midden op straat staan? Je kan het toch even weer op de stoep neerzetten. Maar goed. Ik was nog niet buiten geweest. Ik ben er nog niet aan toegekomen om hem weer op de stoep te zetten. Straks gaan ze allemaal naar achter weer. In de achtertuin. Maar ja, zoals jullie de vorige video konden zien, zijn ze allemaal geleegd. De papier en de grijze container, godzijdank. Nu wel. Ook nog een matchende luier, zien jullie dat? Matchy. Hij krijgt ook van die lieve booties aan. Hij was eigenlijk de eerste die die booties had. En toen waren ze niet in ecru te krijgen. En toen later waren ze wel weer in ecru te krijgen. Toen heb ik ze voor Nox gekocht. Het zijn heerlijke wollen... wollen booties. Striksokjes noemen ze. Zo. En ik heb ze bij Zilloen gekocht. Net als strikmutsjes. En die wollen pakje van Lef.
schattig. Schattig vosje. Echt lief. Kijk dan. Gewoon zo schattig. Klein ventje. Beetje te nat. Ja, zo ben je niet geroerd, hè. Zo. Maar ik heb het te nat. Nou ja, geeft niks. Droog wel weer op. Beetje mooi blond haar. Ja, kereltje. Zo. Daar is die. Mijn noksje. Ach, mijn noksje, mijn vosje. Ah, mijn vos. Heerlijk ventje. Nou, jongens, ik heb 6 baby's op een rij. Zo, de knijter die ik allemaal in de box wil hebben. En dan vraag ik mij af of het gaat passen. Ik moet wel een beetje inschikken, denk ik. Ja, dat denk ik wel. Ga eens even kijken of ik dat aan jullie kan laten zien hoe ze nu op bed liggen. Hoeveel procent heb ik? Mijn video blijft ook een beetje stilstaan nu. Waarschijnlijk omdat ik dit aan het filmen ben. Ik neem jullie even mee. Want kijk, daar ligt het hele spul. Ik weet niet hoe ver ik kan, want jullie liggen aan een kabel vast. Maar kijk dan. Vos, Nox, Tess, Sepfin en Levi. Nou. Liggen ze er niet schattig? Ik vind ze heel schattig. En hier is Luxje. En die gaat in de volgende video komen. Kleine Lux. En mijn Lot natuurlijk. Die is hier. Tadaa! Nee, die komen in de volgende video, jongens. En... komt aanstaande vrijdag online en daarin zal ik ook bekendmaken of Lef goed aangekomen is. Want ja, dat weet ik dus nu nog niet. Maar ja, misschien dat ik dat nog vermeld op het moment voordat deze online komt. Dat kan ook. Dat zien jullie dan nu. En zo niet, dan ja, ik zie jullie vrijdag weer bij een nieuwe video.